daarbij natuurlijk wel plezierig dat de stad Amsterdam er financieel goed voor staat, zijn zaken behoorlijk op orde heeft en dat de revenuen nu zo langzamerhand geplukt kunnen worden. Dan kom ik toch aan het belangrijke onderdeel, omdat het samenvalt behalve de begroting ook natuurlijk met de evaluatie in financiële zin van het programmaakkoord, aan de vertaling daarvan die daarin uitgebreid is opgenomen. Bezien wij de realisatie van de financiële vertaling van het programmaakkoord, dan valt op, overigens geheel overeenkomstig het motto na de plannen uit de vorige periode, nu de daadkracht, dat de meerderheid van de plannen op schema voor ligt. Alhoewel, je kan je vragen, is dat wel zo? Is het ook niet een beetje schijn? Ik lees maar eens door de missieve. Op bladzijde 40 lezen we dat reeds in het eerste jaar van deze bestuursperiode mogelijk is geweest een aantal grote structurele prioriteiten geheel te realiseren. Ja, dat is mooi. Maar laten we toch maar eens even gaan luisteren naar wat de burgemeester ons verder te vertellen heeft. De burgemeester staat niet boven de partijen, maar tussen de partijen. Ik ben niet neutraal, ik ben geëngageerd. Voor het succes van dit college, voor de positie van deze raad. Maar mijn engagement is met een ieder. Een ieder in het bestuur, een ieder van onze ambtenaren en een ieder in deze stad. Evenwel laat ik één punt bij alles heel duidelijk maken. Ook al worden de methodes en technieken in de relatie bestuur en burger nog zo professioneel geavanceerd en werkt het college nog zo goed en productief, de burger zal toch terecht eerst en vooral zijn oordeel geven op basis. Wat gebeurt er in mijn directe omgeving? Wat ervaar ik daar? Wat ziet hij of zij op straat? Welke diensten worden aangeboden en welke prijs wordt daarvoor gevraagd? De stad van de burger, dat begint met de straat van de burger. En daar wethouder Van Zouhorst zal over, als het gaat openbare ruimte, zeker nog iets zeggen. Ik neem hier de door de fractie gemaakte opmerking over het aspect veiligheid voor mijn rekening. Amsterdam is een vrijheidlievende stad en dat moet zo blijven. Maar juist daarom is het bestrijden van de door de burgers ervaren uitwassen van deze vrijheden zo essentieel. Dan hebben we het over het omlaag brengen, onder andere van de criminaliteit. Amsterdam wordt objectief gezien veiliger. Subjectief gezien is dat, Van der Laan sprak daarover, voor veel bewoners niet het geval. En daarom blijven ze, zo zei hij, thuis. Dat weten we. Maar nu de cijfers over de objectieve veiligheid. En wat kun je daarmee doen? De cijfers geven van de aangiftecriminaliteit. Waarbij de politie constateert dat de aangifte op een hoger pijl is dan in het verleden. Dat er meer aangifte wordt gedaan. En dan is er in de eerste half jaar 96 vergeleken met het vorige jaar 95 6% minder straatroof, 16% minder gevallen van zakkenrollerij, 19% minder autodiefstallen, 11% minder overvallen. Over de hele linie daalt de criminaliteit met 11%. Maar er is absoluut geen reden om tevreden achterover te leunen. Zoals de heer Van der Laan ook al zei, de criminaliteitscijfers zijn nog steeds de hoogste van heel Nederland. Veel mensen in Amsterdam voelen zich nog steeds onveilig en gedragen zich hiernaar. Ook de heer Spit heeft hier aan gerefereerd. En de bevindingen van de commissie van Tra, waarover onder andere door Van der Laan, maar ook door anderen over is gesproken, met betrekking tot vormen van georganiseerde criminaliteit in Amsterdam, dragen hier zonder twijfel aan het gevoel van onveiligheid bij. Als je zo'n rapport van 500 bladzijden over wat er in de stad gebeurd hebt. De heer Van der Laan is nog eens ingegaan op een punt waar hij terecht zeer veel aandacht voor heeft gevraagd, ook in de commissie en al eerder, dat is de ouderzijds voorburgwal. Ik deel zijn onrust over de vraag of ons beleid deugt. Ik neem zijn kritiek serieus. Ook wethouder Stadig zal straks daar nog even op ingaan. Ik zal werken aan reparatiewetgeving. Ga en bespreek ik de zaak ouderzijds voorburgwal in de commissie ABJZ op zeer korte termijn. En daarna moeten we aan het werk. Want als het niet deugt, en we kunnen precies vaststellen waar het niet deugt, dan zullen we moeten repareren daar waar het fout zit. De burgemeester had het hier over onder andere de ouderzijds voorburgwal en de prostitutie daar. Maar we gaan weer eens met een raadslid in de slag.